En toen las ik deze zinnen. Ik weet niet concreet er veel meer van. Wel dat ik een baby in een grote taartdoos of in een aardappelzak over straat liep, tussen de moffen door en maar fluisteren. Huil niet, huil niet. Vertelde zij jou erover wat ze heeft meegemaakt? Ja, dit gelukkig wel. Gelukkig zeg ik, omdat het heel fijn is dat iemand dat wil en kan delen. En dan vroeg ik aan haar, maar hoe durfde je dat? In een taartdoos, een baby, of in zo'n mand, of in een dokterstas? Dan zei ze, maar dat durfde ik ook helemaal niet. Hm. En dan, maar hoe ging dat dan? Ze zei, ja, je deed het gewoon, want je moest het doen. Ja. En het idee dat, nou, ik had hier natuurlijk helemaal niet gezeten als dat kind was gaan huilen. Want dan was dat kind doodgeschoten, zij was doodgeschoten. De hele verzetsbeweging van al die studenten was ontmanteld. Ja. En dus werd ze altijd als een held gezien. Maar zo zag ze het zelf niet, hè? Want ze heeft zoveel last gehad van een schuldgevoel over de kinderen die ze niet heeft kunnen redden. Ja, eigenlijk zegt die Kaft, alles van dit boekje, daar staat zij op, uit het raam kijkend, naar kinderen die ze niet heeft kunnen redden, die met rugzakjes op naar de overkant, naar de Hollandse Schouwburg, in de Plantage Middelaan liepen. Daar werden verenigd met hun ouders op de tram door het GVB, het gemeentelijk voorbedrijf, tegen betaling naar het Muiderpoortstation werden gebracht en vandaar naar Westerbork en dan naar de vernietigingskampen. Zij kende de namen onder andere van Ali Brilleman, die hier ook op deze foto staat, die gewoon vergast is in een van de concentratiekampen. Zij kende de namen van, ik denk, bijna alle kinderen die ze niet gered had. En hoe vaak ik ook tegen haar zei, maar je hebt er een hoop wel gered. Nee, zei ze, dat is misschien waar. En gelukkig zag ze die ook af en toe. Daarom sprak ze ook altijd van mijn kinderen, van Wiri's kinderen. Maar ze heeft sinds 1945 tot haar dood in 2008 één groot schuldgevoel gehad over de kinderen, ja, die ze niet heeft kunnen redden. Want ze